Zover is het weer. Zover. Hartelijk welkom. Nog 21 dagen. En dan is het zover. Dan moeten we kiezen voor het Europese parlement. Ik kniel niet voor de EU. Dat is het thema van dit project. Waarin ik elke avond speciale, belangrijke mensen uitnodig, vraag of... gewone mensen, gewoon specialisten op hun moment. En ik wil je eigenlijk heel hartelijk welkom heten. Te gek dat je er bent. Als je iets wil vragen, vinden we geweldig. De actie die nu loopt, betekent dat we eigenlijk ons willen voorbereiden op die verkiezingen. En die verkiezingen die... je moet eigenlijk zien dat wij één grote stemwijzer zijn. We praten over de alle facetten van... de EU, want daar moeten we straks over hebben. Naast mij zit een heel speciaal man, een professioneel fotograaf waarvan ik eerst zijn foto's zag en ik dacht, wat is dat mooi. En langzamerhand kwamen we elkaar een aantal keren tegen. En vanavond heb ik een hele speciale gast. Een professionele fotograaf en zijn foto's spreken boekdelen. Ik ga er een paar laten zien, maar op Facebook is dat een beetje armaturig, een beetje minder. Dus we gaan op de website www.stormalarm.org waarschijnlijk morgen aan het eind van de dag een aantal, op het filmpje ook een aantal foto's inzetten. En dan komt ook een URL. Dan kun je zeggen, Roelof, stuur me eens een paar van die foto's op. Doe maar die presentaties. En dan stuurt hij die graag op, want hij wil zijn visie delen. Maar genoeg daarover, laat ik vragen... wat je visie is. Heel hartelijk welkom, Roelof. Dank je wel. Ik ben enthousiast over je werk. Je bent een geweldige fotograaf. Maar laten we eens kijken. We gaan het vandaag hebben over wie zit daarnaast. Een fotograaf in tweede instantie. In tweede instantie? In tweede instantie. In eerste instantie fotografeer ik om de verschillen in de wereld te laten zien in het land. Ik wil de mensen duidelijk maken dat er een raad vakant is in de maatschappij waarop wij neerkijken. En wat ik duidelijk wil maken is dat het mensen zijn met karakter, met gevoel, heel vaak met een verleden. En ik doe dat vaak wel in de extreme van de raad vakant, drugsverslaafden of wat dan ook. Of andere kwetsbare mensen. Maar het zijn duidelijk mensen van ons volk, van ons land. Het kunnen je buren zijn, als zij misschien een iets andere opvoeding hadden gehad. Of een iets andere begeleiding. Het zijn kwetsbare mensen. Je bent, ik weet dat, ik moet dat even zeggen. Je bent speciaal erop gericht. Je gaat naar Rotterdam, je gaat naar steden om daar te fotograferen. En je zegt mensen aan de rafelkant. Zeggen we normalerwijs gewoon daklozen. Maar jij zegt mensen aan de rafelkant. Mensen aan de rafelkant, maar het is veel breder. Niet iedereen is dakloos. Velen hebben een eigen woning, maar kunnen door aard en gebrek niet meekomen in de maatschappij. En dat ligt niet aan het aard en gebrek, maar dat ligt eigenlijk aan de maatschappij zelf. Observeer eens in een stad een dakloze. Ja. En kijk eens hoe mensen daarop reageren. Ja. Iedereen loopt het voorbij, ja. Ze grinniken niet, maar het is vaak een minachtende blik. Ja. En waarom zou je een minachtende blik hebben op die mensen? Ja. En trouwens, we zitten nu in een andere fase van de economie. Ja. Er zijn ook mensen met een vaste baan, ja, die dakloos worden. Ja. Vaak is het een scheiding, men komt in de schulden. Vooral bij mannen speelt dan wel een beetje een rol dat men een beetje gaat drinken. Men wordt ontslagen en dergelijke en men wordt dan een stropdasdakloze. Het kan iedereen gebeuren. Stropdasdaklozen zijn er meer dan je denkt, want die zie je niet. Nee. Daklozen op dit moment kun je niet vergelijken met 40 jaar geleden, want ze zien er vaak wel goed uit. Ja, goed in de kleding. Er is een kledingbank, er wordt voor hun gezorgd, ze kunnen ergens een warme hap krijgen. Ja, en dat geldt ook voor die daklozen. Dakloos. Zwervers. Ja, maar laten we even bij het begin beginnen. In Nederland worden we toch eigenlijk volgens de tabelletjes aangewezen als een van de rijkste, welvarendste landen van de wereld. Ja, de tabellen. De tabellen. De tabellen, en dan kijk je dus naar de meerderheid van de mensen. Maar het is zo'n 10 tot 13% van de mensen die in armoede leven. En armoede is fnuikend voor de mensen zelf. Ja. En de economie verandert, er komen steeds meer... In armoede bedoel ik niet arme mensen, maar ook werkende armen. En dat is het trieste. Mensen die gewoon 40 uur per week werken en niet rond kunnen komen. Ja. De woonlasten die stijgen. Laten we hier nog eens een eentje kijken. Dit is een stel. Ja, die kan ik gewoon tegen op straat, kan ik verder weinig van vertellen. Dit is een, gewoon een mooie man die ik tegen kan kijken naar zijn parelwitte gebit. Ja. En zijn vrolijkheid. Het is trouwens asielzoeker. Ja. En dit is gewoon vertederend. Dit is gewoon vertederend. Dus jij loopt door de stad en dan zie je op een gegeven moment deze meneer. Deze meneer. Ja. Ja. En dan zeg je, mag ik je even fotograferen? Vaak doe ik het andersom. Oké. Okay. Je fotografeert eerst. Ik fotografeer eerst, want dan heb je de spontane blik. Ja. En dan zeg ik na de tijd, ik heb een foto van u gemaakt. Als u wilt hebben, hier heb je mijn kaartje. Oké. Okay. En het gaat in 9 van de 10 gevallen goed. Ik zit alleen de laatste tijd wel met de AVG, met de privacywet. Ja. Want je moet ingedekt zijn en je moet de mensen het formulier laten ondertekenen. Oh, ja. En dan is een moment weg. Ja. Maar wat ik tegenwoordig doe is, ik heb een opnameapparaat bij me. Ja. En dan zeg ik van, meneer met die baat die een beetje linksom slaat. Ik heb u net gefotografeerd, vindt u het goed? Ja. Opnameapparaat erbij. Oh ja. Ja, ik vind het goed. Ja. Dus geen formulieren, nee. Gewoon. Ja. Maar wel, dus, mijn merk zegt van, ik fotografeer eerst. Ja. Dan moet ik zeggen van die gespierde man die je net zag. Ik zag die man dan op een terrasje. Ik draai de foto even terug als het lukt. Als het lukt. Deze? Ik zag die man op een terrasje en hij viel me op door al die tattoos en zijn bodybuildersfiguur. En hij had naast zich een kinderwagen met een baby erin. Nou, dit is dus een van de weinige keren dat ik een foto poseer. Ik zeg, meneer, haal die baby eens uit de kinderwagen en zet hem eens voor u. Ja. Dit vind ik zo'n mooi gezicht, die kracht van nu en die krachtige baby van u. Maar je moet ook wel een beetje slijmen. En en je ziet hem. Ja. Dit is één van de weinige keren dat de foto geposeerd is. Okay. Maar ik zag het. Maar wat drijft je? Waarom maak je zo druk? Boosheid. Boosheid? Boosheid. Dus het zit een... Psychiaters noemen dat een internaliserende boosheid. Een internaliserende boodschap. Dat is een boosheid. Je bent niet boos bij. Dat is een boodschap dat is een boosheid die vanuit jezelf komt over hoe de maatschappij in elkaar zit. Hoe de maatschappij werkelijk in elkaar zit. Ik heb het politiek proberen te veranderen. Ik heb in de gemeenteraad gezeten. Ja. Ik ben uit de fractie gestapt. Toen Wim Kok zei, wie was dat ook alweer? Die zei van we schudden de ideologische veren af. Ja, en dat is voor mij een belangrijk moment geweest van dat je naar een economisch model, men noemt dat het Rijnlandse model, waarin bedrijven zorg hebben, ik extrapoleer hè, ja. Waarin bedrijven zorg hebben voor medewerkers die denken naar duurzaamheid en dat is verschoven naar het Anglicaanse model, het Amerikaanse model. Ja. Anglicaans is het, maar het is Anglicaans, maar je ziet het in Amerika heel sterk. Ja. Waarin de korte termijn winst geldt, waarin niet geïnvesteerd wordt in werknemers. En het moment dat ik dat zag, dat is zo'n 10, 15 jaar geleden, voelde ik aan dat het zou komen. Kijk ik nu naar de maatschappij, is het ontzettend erg geworden. Ja. Ik had het net over werkende armen. Maar ik heb het over mensen met 0-urencontracten die niet weten of ze volgende week of morgen werk hebben, maar ze moeten wel 40 uur per week, ze moeten eigenlijk de hele week of 's nachts paraat staan. Ja. Kijk naar Uber. Ja. Zo'n bedrijf bemoeit zich niet met pensioenvoorziening, ziektekostenverzekeringen, ongevallenverzekeringen en dergelijke. En ik voorspel dat ook als die mensen met pensioen gaan, dat ze straat en straatarm zijn, want ze hebben niks opgebouwd. Nee. En ze hoeven niet eens met pensioen te gaan. Ze kunnen een ongeval krijgen, ze kunnen ziek worden. Ja. En dan is er geen basis of niks. En ik maak me daar boos over. Ja. Gewoon oprecht boos. Dus je loopt dat te loeren door eigenlijk het probleem te schilderen, zodat mensen mogelijkerwijs... Dit wordt de toekomst. Dit wordt de toekomst. Wat ik nu zie, zul je over 15, 20 jaar, of nog eerder in Nederland zien. Ik ben nooit in Amerika geweest, maar ik weet er wel veel van. Daar zijn hele wijken waar je niet komt. En dat niet komen is niet zozeer door criminaliteit, maar de welgestelde Amerikanen zien dat niet. die willen dat niet zien. En ik laat in de klein in Nederland zien wat we niet willen zien. Nou, nou eens kijken, we pakken er nog even een paar bij. Dit is, deze man hebben we al gehad. Deze... Ja, die kwam ik gewoon onderweg tegen. Dit, nou kijk, soms dus gewoon een heel kort verhaaltje bij vertellen. Als ik in een museum ben, dan ga ik wel eens 10 minuten op een bankje zitten. Ja. En dan kijk ik naar een bepaald schilderij en dan wacht ik welke mensen er voorbij komen. Ja. Nou, ik hoop niet dat deze meneer dat hoort, maar het is een ontzettend treurig schilderij. En ik zag die man met dat treurige gezicht. En ik denk van, meneer, wilt u even voor mij poseren? Hij wist natuurlijk niet welke diepere gedachte ik erachter had. Nee, dat hoeft ook niet. Maar oké, dat vond ik leuk aan deze foto. Mocht je dit niet goed zien, op de site plaatsen we die foto morgen ook in de clip. Zodat je in ieder geval dan alsnog het kunt bekijken. Ik pak er nog eentje, Roelof. Dat is gewoon triestheid. Dat is gewoon triest. Dit was een even voorvertellen. Ja. Sommige organisaties die organiseren gratis eten voor mensen. Je bedoelt de voedselbank? Nou, nee, niet de voedselbank. Menorah doet het onder andere. We hebben hier de Franciscusstraat. Eigenlijk even tussendoor, als je dagloos bent, kun je eigenlijk elke dag wel warm eten. 'S Maandags ga je naar de Franciscusstraat in de Mariakerk. Ja, maar dit is allemaal Apeldoorn, hè? Allemaal Apeldoorn. Dat is natuurlijk... Dit is echt Apeldoorn. Het voorbeeld Apeldoorn, hè? Echt de Mariakerk op maandagavond. Ja. Op woensdagavond ga je naar Menorah in de Patslaan. Daar krijg je een gratis maaltijd. In de herberg is het, geloof ik, donderdag. Als je je aanmeldt, een gratis maaltijd. Het Blegerense Heil zegt ook nog een gratis maaltijd. Ja. Nou, en bij een van die gratis maaltijden kwam ik die mevrouw tegen. Ja. En dit is geslagen door het leven. Daar heb ik willen uitdrukken. Ja. Je ziet het aan de blik, geslagen door het leven. Ja. Ja, dus ze heeft ook geen gebit meer? Nee, omdat het nou, dat is tegenwoordig niet meer te bepalen. Ja, dit is gewoon iemand die ik tegenkom. Ach, die man die kom ik al 4 jaar tegen op het Cannabis Bevrijdingsfestival in Amsterdam. Ik word op het Cannabis Bevrijdingsfestival elk jaar uitgenodigd om foto's te maken. Oké. En de prachtige types lopen daar rond. Ja. Ik gebruik zelf niet. Nee? Wiet? Wiet, nee. Maar als ik daar wegkom ben ik altijd heerlijk roesig. En eerlijk gezegd niet tegen mijn vrouw vertellen. Soms neem ik een stukje cake aan. Kijk, kijk. En ik denk dat het daarin zit. Ben je tegen wiet? Nee. Zeker. Ik zag een heleboel mensen die een afraden, die niet goed in de vel zitten, psychisch, zou ik het afraden. Ja. Oké. Gaan we naar de volgende. Dat is die man die ik net die ik regelmatig ontmoet. Ik moet eventjes een ogenblikje hebben. Er komt even een virusscanner in. Laten we nog even dat Anglicaanse model maken. Want zie jij oplossingen? Zie jij ergens nog de zon gloren of worden jouw foto's steeds minder belicht? Wordt het steeds donkerder? Het wordt steeds donkerder. Het wordt steeds donkerder. Dat zie je ook als je de geschiedenis kijkt. Ik weet niet of dit in beeld komt. Maar dan zie je dieptepunten en opgaande punten en hoe je het ook bekijkt. We hebben Marx gehad met de revolutie. Marx, ja. En vroeg of laat zal het hier op een complete onvrede komen. Een deel zie je al in de gele hesjes. Ja. Ja, een volk wat zonder één kreet van wij willen, maar gewoon laat zien van wij zijn ontzettend ontevreden over deze elitaire maatschappij. Want het is een elitaire maatschappij. Je ziet het ook, hoe moet ik het uitdrukken? De maatschappij splitst zich in de mensen die het goed hebben en de mensen die het slecht hebben. Die twee compartimenten komen niet meer met elkaar in aanraking. Nee. En vroeg of laat zal het een clash geven. Ja. Eigenlijk zijn we slaven van het grootkapitaal. Ja. We zijn gewoon slaven van het grootkapitaal. Ja. En nou is Nederland als sociale voorzieningen nog wel redelijk, maar als je kijkt naar de liberalen en dergelijke die de bijstandsuitkering willen verlagen en al die dingen meer, en ja, ik word kwaad daarover. Ja. Ik kan niet meer zeggen en het zal alleen maar slechter worden. Dus je ziet jezelf als een waarschuwer, iemand die waarschuwt van laten mijn beelden vastspreken, want... Ja, dit wordt onze toekomst. Ja. Dit wordt onze toekomst. Ja. En ik hoop niet van, hoe heette die molenaar in Spanje? Ik ben het eventjes kwijt. Don Quixote. Don Quixote, ja. En ik hoop niet dat ik een Don Quixote ben. Nee. Nee, nee. Ik heb een foto van je gezien over, dan had iemand een hoed van €1000 en de andere had een gebreide sok op zijn hoofd. Ja. Wat doet dat met je? Behalve dat je zegt ik ben boos, maar het is wat. Dat de ene een hoed koopt van €1000 ja. En de andere er eentje uit de vuilnisbak leent. Ja, ja. Nou, daar is de huidige maatschappij. En ik kan zeggen van het is de huidige maatschappij, maar ik zeg ook van dit wordt dus blijkbaar geaccepteerd. Ja. Door de mensen die de politieke besluitvorming beheersen. Maar jij bent uit de politiek gegaan omdat je dacht van daar gebeurt het niet. Dus wat moeten we nou doen? Wat stel jij voor? Laat ik het anders vragen. Ik kniel niet voor de EU. Wat... Ja, dit is een tussenfase. Ik heb met alle verkiezingen heb ik het ontzettend moeilijk. Zal ik wel gaan kiezen of zal ik wel niet gaan kiezen? Ja. Iedereen weet dat ik... Als mensen ouder worden... schuiven ze meer naar rechts. Ja. Ik ben een uitzondering wat dat betreft. Ik schuif steeds meer naar links. Ja. De enige linkse partij die voor mij er nu is de SP. En die is niet links genoeg voor jou? Nee, maar het is wel links. Het is wel de linkerflank. Ja. En daar stem ik dan op. Ja. Ja. En ik wil dus wel met mijn stem en mijn verhalen wil ik de zaak proberen te beïnvloeden. Al ben ik dan niet voor sommige mensen de Don Quixote. Ja. Ja. Is het een... Als we nog even denken in oplossingen. Wij hebben samen schouder aan schouder gestreden toen er een huisuitzetting plaatsvond. Ja. Persoonlijk vind ik dat een van de meest trieste dingen die er zijn. Ik kan die huisuitzetting kan ik noemen, ik noem geen namen. Nee, maar, nee, doe het wel op een andere manier. Het is een begrip geworden, Fortuna Laan 54. Fortuna Laan 54 is een begrip geworden. Ik heb nog wekelijks contact met die familie. En zonder inhoudelijk op in te gaan, ik heb genoeg informatie, ik moet nog een dossier hebben, om daarmee naar de Nationale Ombudsman te gaan. Omdat in het voortraject zie je dat mensen die, en degene waar ik het over heb weet ook dat het zo is, een beetje een apart iemand is, een beetje een moeilijk iemand, en ik kan het zeggen voor de Facebook, omdat ik dat ook wel eens tegen hem gezegd heb, ja, maar dat wil niet zeggen dat je die mensen in de ellende moet brengen. Wat hier gebeurd is, is dat een gezin een jaar lang rondzwerft door Nederland van plek naar plek naar plek. Ja. Ja? En zwaar invalide zijn. Waar het om gaat is dit. Wat ik in mijn observatie denk ik dat een van de meest trieste dingen is, als de rekeningen zich opstapelen, dan kan je op een gegeven moment ook niet meer naar de dokter, word je er ook nog ziek bij. En uiteindelijk word je je huis uitgezet en dan bij het loket zegt de jeugdbescherming van nou je kan geen zekerheid en veiligheid meer bieden voor je kinderen. Dus dan word je ook op diezelfde avond nog van je kinderen ontdaan. Ja. Ik vind dit zo'n ontluistering. Dat moet in beeld gebracht worden. En ik weet, je hebt het op een hele sterke manier al een aantal keren in beeld gebracht. Dit kan ons neerslaan. Dit kan ons woest maken. Het helpt niet. Nee. Het helpt niet. Maar slaap je nog wel goed? Ja, dat is misschien... Godzijdank wel. Godzijdank wel. Godzijdank wel. Godzijdank wel. Oké, dan dank ik God dat je nog wel goed slaapt. Want ik kan juist door goed te slapen, zou ik zeggen, kun je blijven vechten. Ja? Okay, okay. Ja, door gewoon je ontspanning te kiezen en dergelijke. Maar ik ben er wel heel intensief mee bezig. Ik ben nu een fotoserie aan het maken. Die kan ik nog niet laten zien, waarbij ik steeds spiegel. Rijkdom en armoede, maar in een beetje creatieve zin. Bijvoorbeeld een winkel waar een hoed, een foto van een hoed in een winkel die gewoon een hoedje, hè, die €500 kost en tegelijkertijd een hoedje van 3 kwartjes bij de kringloop. Je hebt het gezien. Het is gewoon niet te geloven. Nee, en ik heb daar nu zo'n serie van ongeveer 60 heb ik daarop van die tegenstellingen en zo. Gaat ook over voedsel, een jong stel wat aan een groot diner zit en 2 daklozen die uit een plastic kommetje wat zitten te eten. Ja. En ik hoop er wat mee te kunnen doen met die serie. Ja. Ik heb wel eens een tentoonstelling en dan hoop ik dat ik daar dan kwijt kan. Ja. Nogmaals, hè, jullie kunnen dus, als je ons een mailtje stuurt, dat kan via de website, dan kun je een presentatie krijgen met een hele prachtige presentatie over allemaal waar Roelof nou over spreekt. Maar dan val ik weer even in de reden. Ja, ja. Dat is dan een presentatie met weinig foto's, maar met gewoon kale, kille getallen over armoede in Nederland. Ja. Het gaat dus een groot deel is over kinderarmoede, daar kan ik me nou echt kwaad over maken. Kinderen die een heel leven voor zich hebben, opgroeien in een arm gezin, zich schamen, er niet over vertellen en dat heeft invloed op hun latere leven. Bij armoede is bekend dat het hoofd zit zo vol stress dat het IQ daalt met €15. 15 punten. 15 punten. En dan... En zeggen de... Wacht hoor, de IQ van een kind daalt? Nee, volwassenen. Van een volwassene? Van een volwassene daalt met 10 tot 15 punten door de stress. Ja. En dat zeggen ze van, die mensen maken ook altijd de verkeerde keuzes. Maar doordat dat hoofd zo vol zit, en dat is ook wetenschappelijk onderzocht, is er geen ruimte meer om integraal, ja, moeilijk woord, te denken. Ja, ja. En men reageert dan ook impulsief en... van moment naar moment, omdat het leven in wezen ook van moment is. Ja, ik heb je hebt een prachtig boek uitgegeven over de 10 geboden en foto's uit Groningen. Groningen, ja. Waarom de 10 geboden? De 10 geboden, het was een kerkelijke instantie die een opvanghuis zit voor daklozen. En die bestond, geloof ik, 30 jaar of zo en die wilde een boek uitbrengen. Maar omdat het komt vanuit de Protestantse Diaconie, dus is het een beetje geloofsgericht. En heeft men als thema de 10 geboden genomen. Maar het gaat eigenlijk niet om de 10 geboden. Je hebt dan in de interviews een format waarbij je het hele leven van mensen beschrijft. Ja. Bijvoorbeeld van eer uw vader en moeder. Ja. Maar door zo'n simpel gebod praten ze over hun jeugd. Ja. Trouwens, even terzijde, en dan zie je dat 8 van de mensen hun moeder eren. Ja. Ja? Ja. En praat je met de junk over van, gij zult niet stelen, dan zie je de moraal van mensen. De ene junk trekt je te weinig van aan. En, ik moet zeggen, het zijn narratieve verhalen. Met narratief bedoel ik van, het is zoals zij zelf denken dat ze zijn. Ja. De ene junk zegt van, en dan steel ik een brood en dan breng ik het weer terug. Nou, of zo is, weet ik niet. Vandaar het woord narratief. Ja, maar ze hebben allemaal hun eigen... Hoe brengt hij terug nadat hij het opgegeten heeft? Ja, ja. Nee, maar als hij weer geld heeft. Als hij weer geld heeft. Als hij weer geld heeft, oké. Als hij weer geld heeft, dan brengt hij het weer terug. Ik zat al heel veel dingen te denken. En trouwens even een anekdote tussendoor. Ja. Ja. Ik heb er daar 2. Ik heb in Apeldoorn heb ik de ene ontmoet, een junk. En in Groningen junk. Die werden 65. En die kregen AOW en die zijn cold turkey afgekikt. Ja, dat is toch bijzonder. Ja. Zo van, ik heb mijn leven gehad, ik krijg nog AOW, nog ga ik leven. Ja. Nou, dat... Dus kan. Dat doen we gewoon even tussendoor, want we zo naar binnen schiet. Ja. Je hebt heel wat gezegd. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dat moet me nog van het hart? Een abstract onderwerp. Ja. De ECB. De ECB, de Bank van Europa. En dat wil je in de laatste 3 minuten doen? Ik ben heel snel. Heel snel. We hadden het over het kapitaal. Ja. Als je ziet dat er wordt ontzettend veel gratis geld uitgegeven door de ECB, wat later nooit door de landen terugbetaald kan worden. Maar waar gaat dat geld naartoe? Naar zombiebedrijven en zombiebanken. Ja. En dat is het vreemde van de economie. Men zegt van... we moeten concurreren, maar met dat geld worden bedrijven ondersteund die normaal failliet zouden gaan. Ja. En nou is het vreemde, de directeur van de ECB, de voorzitter weet ik veel, is een Italiaan. Ja. Waar gaat het meeste geld naartoe? Naar Italië. Waar gaat het meeste geld naartoe? Naar zombiebanken in Italië. En hier zie je dus de invloed van het grote kapitaal. Maar goed, dat was heel en kort. Ik zou bijna zeggen, kijk naar mijn dia-serie. Ja. Want daar staat feitelijk met getallen en alles staat daarin. Ja, plunder hem zou ik zeggen. Vraag het aan. Ik denk dat wij klaar zijn voor vandaag. We hebben even mee kunnen kijken over de schouders van iemand die prachtige foto's maakt. Ik zal er wat laten zien op de StormAlarm aflevering. Voor ons allemaal. Vandaag hebben we gesproken met iemand die boos is. En ik deel voor een groot deel die boosheid, want onze welvaart is zo groot als dat we zorg dragen voor onze zwakken en armen. Veel om over na te denken. Het is nog 21 dagen, dan kun je met je stemmen volgens voltrekken over de EU. En misschien SP stemmen. Ah. En misschien SP stemmen. Of niet knielen, wel knielen. Dat is het leuke. Iedereen mag zijn eigen verhaal doen. Dankjewel voor je aandacht en morgen gaan we weer er tegenaan. Morgen ben je hartelijk uitgenodigd. All the best, nog 21 dagen. Dit is StormAlarm. Roelof, dankjewel. Jij dankjewel, klasse. Oké.